I was born in 44 in the winter of the war, in an old house by the sea. Mama, granddaddy and me were my only family. Ik had dus in 2000 had ik het laatste album tijdens de eindbaan. En toen was ik begonnen aan een ander album. En ik was ongeveer twee derde van het album. Dat ging steeds verder van me afstaan op de een of andere manier. Dat lukte gewoon niet. En op een gegeven moment ben ik er gewoon mee gestopt. Ik heb stekker eruit getrokken. En ze liggen nog steeds in de la. En ik denk, nou, ik moet daar gewoon eens een tijdje mee ophouden om dingen voor mezelf te schrijven. En, want die vond je niet goed genoeg? Nee, ik vond ze niet goed genoeg. En dan maar voornamelijk dan maar eens richten op dingen voor anderen te doen. Gewoon. People didn't have much pity on a boy with wandering eyes, lonely boy. Ja, op een gegeven moment begon het toch weer te kriebelen en ja, toen ben ik begonnen weer met liedjes schrijven mezelf. En wanneer was dat moment? Dat nou, een jaar of drie geleden eigenlijk. En het eerste liedje wat ik voor dat album schreef, dat was dus Lonely Boy. En door dat liedje wist ik ook gelijk welke kant dat album op zou moeten gaan voor mezelf. Een gedeeltelijk autobiografisch en gedeeltelijk gewoon fantasie. Dus, en dat is dan ook uiteindelijk geworden. Het Back to Basic is voor mij gewoon met de gitaar en dan de band laten lopen, of in dit geval dan de computer, en maar gewoon zitten en gewoon een liedje gaan maken. En soms, ja, dan deed ik het wel eens anders. Dan had ik een bepaald ritme of weet ik veel wat en dan. Maar voor mij is dit dus gewoon de beste manier, heel simpel. Net zoals ze het vroeger deden in de Brill Building in Amerika. Gewoon, er zat dan ook iemand met een gitaar. Neil Diamond zat met zijn gitaartje, weet je wel. En die zat daar gewoon als een soort songsmith, zat hij dan liedjes te componeren gewoon. En dat heb ik ook jaren gedaan op die manier. En je kan het op duizend manieren doen, maar voor mij is er maar één manier de goede, en dat is deze. Dus. I was dreaming of the ocean, of the place. Maar ja, het was ook anders, omdat ik het beneden dus in mijn eigen studio heb gemaakt. Dat ik veel alleen heb gemaakt, dat ik zelf heb opgenomen en afgemixt. En ik heb natuurlijk wel wat studiomuzikanten gebruikt. Maar dat maakt het sowieso wel anders natuurlijk. Dat maakt het eigenlijk nog meer tot een kindje van je. En als het dan slaagt, ik bedoel, dan heb ik het niet over commercieel slagen, maar als het allemaal dan gaat klinken, als je eigenlijk had gedacht in je hoofd dat het zou moeten klinken. Nou, oké, dat is dan helemaal te gek. Lonely boy in a cold and windy city. People didn't have much pity on a boy with wandering eyes. Kijk, als die passie er niet is, ja, dan moet je er gewoon mee stoppen, klaar, afgelopen. Maar zolang dat goede gevoel er is, denk ik gewoon dat ik gewoon doorga. Of het moet echt zo worden, dat het zielig gaat worden, weet je wel. Dat is een Jezus, wat is die man, dat is niet meer wat het geweest is. Ik bedoel, ja kijk, dan houdt alles op gewoon. En ik hoop dat er dan iemand is die me ernaast staat en die dat dan tegen me zegt. Want de artiest zelf ziet het bijna nooit. Je groeit zo bij dit vak. Ik bedoel, je begint ermee, weet je wel. En des te langer je erin zit, des te langer het in jou gaat zitten, des te meer. En dat scheidt zich niet meer. Dus ja, is dat dan moeilijk om mee te stoppen.
Maar je moet nooit uit ijdelheid doorgaan. Of wat je bang bent om je status te verliezen, omdat je dan niet meer die artiest bent. Het is veel beter om op tijd te stoppen. En dan denkt iedereen er met plezier aan terug. Inclusief jezelf, denk ik.